was een kamer van 2x4 en die werd iedere avond om 9:30 gesloten. En ik was erbij, want ik was er iedere avond en dan hoorde je klik en het was letterlijk een gevangenis. Een soort van gevangenisgevoel was omdat er muren omheen stonden, hekken. En wat vond je het moeilijkste? Dat er bepaalde dingen van je afgenomen worden. Zoals? Vrijheid. Je eigen beslissingen, je macht mensen bepalen voor je. En dat iedereen de macht over je heeft. In de afgelopen 14 jaar werden jaarlijks tientallen jongeren tussen de 12 en 18 jaar in de gesloten jeugdzorginstelling De Koppeling in Amsterdam Zuidoost geplaatst. Een behandelcentrum voor jongeren met ernstige en complexe gedragsproblemen, zoals zware depressies, suïcidaal gedrag en agressieproblemen. Ook slachtoffers van loverboys verblijven hier. De jongeren worden hier opgenomen door tussenkomst van een kinderrechter. Daar heb je meer het gevoel dat je zeg maar in een soort van gevangenis eigenlijk woont. Met heel veel beperkingen en gesloten deuren en smalle raampjes en tralies. Een hoog hek en beveiliging die daar rondloopt. Is dat slecht voor kinderen? Soms is het denk ik nodig dat ze daar verblijven. Maar ik denk niet dat het per se goed is dat ze heel erg beperkt worden in hun vrijheden, zeg maar. Of dat er hele strenge repressieve maatregelen zijn, zeg maar. Dat is niet altijd nodig. De Koppeling is opgericht in 2007. En de reden dat de Koppeling gestart is, is omdat er toen een politiek besluit genomen is dat kinderen die straf hebben en in een jeugdgevangenis zitten, niet samen mogen zitten met kinderen die bescherming nodig hebben en behandeling. Dat lijkt me logisch. Zeker. Ja. Waarom was dat toch zo? Ja, ik denk dat in die tijd kwetsbare kinderen die onveilig waren, in ieder geval bescherming nodig hadden. En men toen de enige oplossing zag om dat achter gesloten deuren te doen in een jeugdgevangenis. Omdat er toen op dat moment ook geen alternatief was. Een van hen is de 17-jarige Tom. Tom, kom even een bakje drinken. Ik heb koffie gezet. Vanwege privacy is dat niet zijn echte naam. Hij verbleef vanaf oktober vorig jaar 11 maanden in de koppeling, omdat hij op verschillende vlakken in zijn leven vastliep. Ook voor de exacte reden van zijn opname gelden privacyregels. Hij zat op een gesloten groep met 9 jongeren en kwam overdag ook in aanraking met tientallen andere jongeren in het gebouw. Afgelopen september werd hij overgeplaatst naar een kleinere, deels open groep in Duivendrecht van moederorganisatie Level. Het voelt voor mij hier normaler dan dat ik op de koppeling zat. Omdat de koppeling meer nog een soort van gevangenisgevoel was, omdat er muren omheen stonden, hekken, of althans hekken en muren. Het voelde niet prettig, nee. De koppeling moest ik altijd groter voordoen dan dat je eigenlijk bent. Om dus een beetje status te hebben. Is dat stressvol? Dat is wel stressvol, ja. Ja, hoe merk je dat dan? Qua einde van de dag naar het groot houden, dat je gewoon helemaal instort omdat je moe bent. De gesloten jeugdzorg met repressieve aanpak en het gebruik van isoleercellen ligt al jaren onder vuur. De zorg is niet bedoeld als straf, maar jongeren en ook ouders ervaren het vaak wel zo. Hoogleraar Peer van der Helm promoveerde aan de UvA op gesloten jeugdzorg en constateerde grote nadelige effecten van deze vorm van behandeling. Het is heel belangrijk om te realiseren dat uit grootschalig onderzoek blijkt dat wanneer je in geslotenheid terechtkomt, dat je dan depressief wordt. Dus kinderen worden depressief door die geslotenheid. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ook plaatst jeugdbescherming te snel en te vaak kinderen uit huis naar een gesloten instelling, zegt van der Helm. Kinderen die daar soms helemaal niet thuis horen. Dat komt omdat niemand weet wat ze met die kinderen aan moeten. En de jeugdbescherming wil geen risico nemen. En ze denken, die kinderen zitten veilig achter de tralies. Dit is natuurlijk helemaal niet waar. Dus we hebben daar onderzoek naar gedaan voor gemeentes. En we zien dus dat die kinderen daar niet beter uitkomen en vaak slechter. Dat overkwam de dochter van Monique. Net als bij Tom gebruiken we ook bij Monique een gefingeerde naam vanwege haar privacy. Haar dochter belandde in 2016 in de koppeling nadat ze nachtenlang niet thuis kwam en Monique al 5 keer de politie had ingeschakeld om haar dochter te zoeken.
toen zij wegbleef de zesde keer, toen moest ik iets ondertekenen waardoor zij haar van straat konden halen. Dan kwam zij tijdelijk onder toezicht te staan van jeugdzorg. En ze zeiden daarbij, als jij niet ondertekent, dan verlies jij de volledige voogdij van jouw kind. Dat heeft u gedaan? Ik had geen andere keus. Het was of tekenen of mijn moederschap eigenlijk over haar verliezen. Zo'n gevoel had ik. Ik heb getekend omdat ik natuurlijk wilde dat mijn dochter van straat werd genomen. En geholpen zou worden? En geholpen. Maar ik had geen enkel idee waar zij dan in terecht zou komen. Op dezelfde dag dat Monique haar handtekening zette, werd haar dochter van straat gehaald en naar de koppeling gebracht. Pas 's avonds werd ik op de hoogte gesteld en ging ik natuurlijk meteen naar haar toe. En wat trof u aan? Totaal apathisch was ze. Ze was in shock. Op het moment dat zij daar werd binnengebracht, werd er ook iemand anders binnengebracht die zij kende. En dat was zo hardhandig. En dat was zo een gillend meisje. En zo kwam zij binnen. Dus zij had zoiets van, waar ben ik in beland? En 9:30 ging de deur dicht. Gewoon klik. Niet alleen de geslotenheid, maar ook de grootschaligheid van een instelling is niet goed voor jongeren, vindt Van der Helm. Er zitten te veel kinderen met verschillende problematiek bij elkaar. Als jij continu met een groep kinderen bent waar van alles mee mis is en die met stoelen gooien, en dan word je zelf ook bang en ga je met stoelen gooien omdat je zo bang bent. Dus eigenlijk weten we dat het grootste deel van deze kinderen hebben gewoon pijn en angst. En we noemen dat pain-based behavior. En dat wil zeggen, gedrag is gebaseerd op pijn. En op het moment dat je dus die kinderen allemaal bij elkaar stopt, gaat het niet helpen. Met hulp van een advocaat lukte het Monique na 3 maanden om haar dochter uit de koppeling te krijgen. Mijn dochter vond het daar afschuwelijk. Afschuwelijk. Ze wilde natuurlijk naar huis. Misschien ging ze ook wel even nadenken over wat ze had gedaan. En dat de consequenties zo erg waren. Nee, dat was... En wat vond ze het ergste? Om opgesloten te zitten. Hè? Dus iedere avond die deur die dicht ging. En alle verhalen gewoon. Hè? Ze zit daar natuurlijk ook tussen kinderen die thuis mishandeld waren. Die onderhevig waren aan loverboys. Waar helemaal niet naar omgekeken werd. Er was niemand voor hun. Ik was de enige ouder die op bezoek kwam. Ze hingen aan mijn lippen, omdat ze een moeder zagen. Zo erg was het. Ook klinisch psycholoog Frederik Koelman, sinds 2013 directeur van de koppeling, vindt dat de zorg beter kan en zet in die periode een aantal stappen. 64 kinderen die allemaal ook bij elkaar zitten, die elkaar beïnvloeden, die tegen elkaar op moeten boksen, die ook geconfronteerd worden met het lijden van een ander. Dat maakte dat ik dacht van nou, je zou eigenlijk veel meer liefdevolle zorg willen bieden. Kleinschaliger, meer op maat. Dus veel meer kijken wat heeft dit kind nodig en hoe kunnen we daarbij aansluiten en wat heeft een ander kind nodig. Dan het te veel voor alle kinderen hetzelfde te laten zijn. Het resulteert in een aantal belangrijke veranderingen. Als eerste Nederlandse gesloten jeugdzorginstelling stopt de koppeling met het separeren van kinderen. En sluit in november 2019 definitief de 3 isoleercellen. De deuren worden symbolisch dichtgeplakt. Een mijlpaal volgens deskundige Peer van der Helm, hoewel hij het zorgelijk vindt dat maar weinig jeugdzorginstellingen dit voorbeeld volgen. Brengt dat voor schade aan kinderen, zo'n isoleercel? Nou, heel veel. Eigenlijk weten we uit een Nederlands onderzoek dat na 1/2 jaar in de isoleer, en die gevallen zijn er, gelukkig niet hier in de koppeling, maar wel elders, heb je al permanente hersenbeschadiging. En dat is niet goed. Dat was niet de bedoeling van de behandeling. En een paar dagen isoleercel? Dat maakt kinderen heel erg depressief en angstig. En sommige kinderen worden daar ook agressief van. Nou, dus eigenlijk weten we al heel lang dat dat niet werkt. En dat we dat niet meer zouden moeten doen, maar ze doen het toch.
Geen kind meer gesloten is uiteindelijk het streven van Koelman. In de afgelopen jaren haalden ze een aantal tussendeuren van het slot en hoefden jongeren overdag niet meer op vaste momenten op hun afgesloten kamer te verblijven. En wat mij betreft de belangrijkste verandering is dat we eigenlijk de omslag hebben gemaakt vanuit zorg waarbij meer repressie voorop stond. Dus gelijke monniken, gelijke kappen voor alle kinderen. Iedereen mag pas na 6 weken op verlof. Als jij nu niet doet wat ik zeg, ga je naar je kamer. Naar relationele, liefdevolle zorg, waarbij er aandacht is voor de relatie. Dus van een machtsverhouding naar meer gelijkwaardigheid. Juist, ja, exact, dat. Om deze zorg te kunnen leveren gaat de koppeling in juni van dit jaar sluiten. De locatie in Zuidoost wordt afgebouwd naar 5 kleinschalige groepen in een woonwijk met meestal 6 jongeren en 2 begeleiders. 2 zijn er al open en in 1 van die locaties, in Duivendrecht, woont Tom. Wat is het grote verschil voor jou? Dat ik hier meer aan mezelf kan werken en meer rust krijg aan het begeleiden en zie je meer naar je kunnen kijken als er wel wat is. En dat ze steeds met andere akkefietsen bezig zijn of met groepen die op ons tuintje komen. Maar hier kent iedereen elkaar gewoon. Bijvoorbeeld in de kamer staat alles los. Hier en nu. En daar staat alles vast. En een deur met een raampje erin hebben we hier ook niet meer. Voel je hier thuis eigenlijk? Niet echt thuis, maar ik voel me hier wel thuis gewoon. Beter dan op de koppeling. Roel is een van de begeleiders van Tom op de groep in Duivendrecht. Hij begon 5 jaar geleden op de koppeling in Zuidoost en werkt nu hier sinds de opening in september dit jaar. Wat is het verschil? Voornamelijk dat het hier veel huiselijker is, veel meer open, minder vrijheidsbeperkende maatregelen. En toen u nog in die oude situatie werkte op de koppeling, had u zelf ook zoiets van, nou, zo wil ik het eigenlijk helemaal niet? Of ja, het is meer dat ik wist niet beter, zeg maar. Ik moet ook wel zeggen dat ik wel een beetje sceptisch was toen we dit plan hadden opgesteld. Van, ik dacht, ja, het kan toch ook wel fout gaan en weet je wel, op de koppeling vloog er ook wel eens een plan door de lucht of whatever, een stoel werd omgegooid. Maar het gaat eigenlijk supergoed. Wij zitten hier nu 3 maanden en we hebben 0 incidenten gehad. Je kan heel goed je rol duidelijk houden en toch levelen met jongeren. Om eigenlijk meer de-escalerend iets voor elkaar te krijgen. 5 jaar geleden was het van, oké, grote mond, grensoverschrijdend. 10 minuten naar je kamer. Ik ga niet naar mijn kamer. Oké, druk op een knop. Er komen 5, 6 collega's. Sleur je naar je kamer toe. En dan, ja, wat heeft hij dan van geleerd, snap je? Dan heb ik alleen maar mijn macht geuit. Eigenlijk, van ik ben de baas, dit gaat gebeuren. Maar het gaat erom dat ik zeg maar met hem in gesprek ga en zeg, ik zie dat je even boos bent. Dus trek je even terug op kamer, dan kom ik straks naar je toe. Dan gaan we erover praten. Wat kan je volgende keer doen als je zo boos bent? En dan is de jongere ook veel meer bereid om oprecht excuus aan te bieden. Hoe vond hij het om opeens op zo'n andere manier te werken? Ik vind het wel prettig, want dan hoef je ook niet steeds fysieke confrontaties aan te gaan met jongeren. Het is ook niet prettig natuurlijk voor een kind om vastgepakt te worden. Hoe gaat het nu met haar? Zij heeft heel lang nodig gehad om de draad weer op te pakken. Zij was eigenlijk helemaal perspectief voor school. Ze zag dat eigenlijk helemaal niet zitten. Ze hing op de bank. Ze was lusteloos. En nu heeft ze een baan en loopt ze bijna vrolijk huppelen door het leven, moet ik zeggen. En ze is natuurlijk wel getekend door deze situatie. Die geslotenheid er helemaal afhalen, kan dat? Ja, dat kan. Dat is echt heel goed mogelijk. Want voor 2000 deden we dat niet. Maar dan liepen de kinderen steeds weg. Ja, maar soms moet je ook dat accepteren, dat kinderen soms weglopen. Meestal komen ze wel weer terug, overigens. Ze kunnen vaak nergens heen. We hebben zelfs jongeren die mogen soms veel vaker naar buiten dan dat ze gaan, zeg maar. Dus ze blijven ook gewoon vaak hier, terwijl ze bijvoorbeeld wel een avondje weg mogen of een paar uurtjes op pad mogen en dan vinden ze het gewoon niet gezellig, dan blijven ze gewoon hier bij ons. Hoe had dit voorkomen kunnen worden? Want uw dochter had wel degelijk hulp nodig, alleen niet deze hulp. Ja, dat is een goede vraag. Ik ben ervan overtuigd dat een ervaringsdeskundige, iemand die hetzelfde probleem heeft meegemaakt en die daar bovenop is gekomen, als die dat inzichtelijk maakt van joh, waar ben je mee bezig? Wat heb je nodig? Kijk eens hoe het met mij is vergaan.
Dat zou geholpen hebben, dat weet ik zeker. Je kan hier ook niet zomaar de deur uitlopen, hè? Nee. Want straks mag je hier weg. Ja. Het wordt hier wel gekeken of je het wel echt aan kan, de vrijheid. En waarom weet je dat je dat aan kan straks? Omdat ik me toch wel heb kunnen bewijzen en nu wel echt sterkst in mijn schoenen sta, dat ik niet meer naar de drugs of alcohol of iets ga grijpen.